Dit is het verhaal van de kleine koning Izar. Het kind dat op een nacht een wonderlijke ster zag en op reis ging. Op zoek naar de koning van de wereld. Op zoek naar een vriend. Weet je zeker dat het hem is? Ja, zeker. Wat doen we met hem? De commandant heeft bevolen dat we hem moeten dwingen ons de plek van de overval te wijzen. Met geweld? Desnoods met geweld, ja. Weet je echt zeker dat het hem is? Ja. Je ziet toch die kroon? Daar heb je die aasgieren ook weer. Dit is de weg waar de rijke koopman werd overvallen door Akbar en Gilead. Weet je nog, Azinus? Kom eens hier, jij kleine koning. En vlug een beetje. Of moeten we je van die ezel afsleuren? Heel verstandig. Zo. En biecht nou maar eens op. Wat moet ik opbiechten? Ha! Doe nou maar niet net of je van niks weet. Ja, slim ben je niet, jongeman. Begrijp je niet dat je met die kroon overal opvalt? We hebben je wel gezien in Capernaum. Een van onze officieren is daar vermoord. Nou. Begin je nou een beetje te begrijpen? Nee. Jij was er als de kippen bij, hè? Jij moet die moordenaars gezien hebben. Moordenaars, ja. Dat waren er twee. Dezelfde twee die langs deze weg een tijd geleden een rijke koopman overvielen. Of weet je daar soms ook niks van? Nee. Vooruit voor de dag ermee, joh. Jij kent die moordenaars, nietwaar? Jij weet heel goed hoe ze heten. En waar ze zijn. Jij kunt ons Romeinen niet voor de gek houden, hoor. Wij weten alles. We weten heel goed wat jij weet. Dan heeft u mij niet nodig. Dan weet u zelf wie de moordenaars waren. Jij denkt ons een beetje te overtroeven, hè? Nou, dat zal je niet meezitten. Je moet ons de plek wijzen waar die koopman overvallen werd. En dan vinden wij die boeven vanzelf. Ja. Ze houden zich vaak op langs deze weg. Ze zitten hier vast weer in de buurt. Meer vragen we niet van je, jongeman. Dat is toch niet veel, hè? Nou, kom op, joh. We hebben geen uren de tijd. Goed. Jij wilt dus niet meewerken. Dan zullen we jou eens een lesje leren. Met Romeinen valt niet te spotten. Laatste keer. Wijs je ons de plek waar de koopman werd overvallen? Je hebt er zelf om gevraagd. Mannen, trek zijn kleren uit en pak de zweep. Eens kijken hoe lang hij dat volhoudt. Een paar stevige zweepslagen. Hé, wat moet dat? Wat moeten jullie met haar kind? Niks bijzonders. Hij was een beetje lastig en toen... Haal hem van die molensteen af. Jezus heeft gezegd, wee hem die een kind kwaad doet.
Hij zou zelf een molensteen om zijn nek gebonden moeten krijgen en in zee geworpen worden. Die man is niet goed, Sneek. We moeten de bevolking zoveel mogelijk met rust laten, zei de commandant. We hebben moeilijkheden genoeg zo. Ja, ja. Dat zei Jezus van Nazareth toen hij hier langskwam. Wee hem... Niks aan de hand, Molenaar. We gaan al. Je weet toch, de Romeinen zijn hier om jullie te beschermen, hè? Zouden wij een kind dan iets willen aandoen? Ja, ja. Maak dat je wegkomt, joh. Laat je je niet weer zien. En die moordenaars vinden we ook wel zonder jou. Niet goed, Sneek. Soms is het me beter om te doen alsof. Dank u wel voor uw hulp, Molenaar. Ik ben blij dat ik nog op tijd kwam. Je ziet er nog helemaal wit van. Wat was er eigenlijk aan de hand? Ze wilden dat ik een vriend verraadde. Nooit doen? Nee. En zeker niet aan de Romeinen. Hoe kwam je hier terecht? Ik ben op weg naar Jeruzalem om Jezus te zoeken. U zei dat u hem gezien hebt? Hij is hier langsgekomen, ja. Met zijn leerlingen. Ik meen gehoord te hebben dat hij naar Bethanië ging. Bethanië? Dat is het volgende dorp. Jezus heeft daar goede vrienden. Kom, ik ga weer eens aan het werk. Ja, en nog wel bedankt. We moeten naar Bethanië, Asinus. De kans is groot dat we daar Jezus vinden. Wat is er, Asinus? De Romeinen? Zijn ze er nog? De soldaat gaat net doen alsof hij een gewone reiziger is. Ik hoop zo dat Gilead niet in de buurt is. Eindelijk hebben we jullie. Vuile moordenaars. Moordenaars? Dat zijn jullie zelf. Moordenaars van ons volk. Oh, Gilead, dat helpt niet meer. En ik kan je ook niet meer helpen. Praatjes, hè? Lach maar. Leer je gauw genoeg af. Gilead. Je ziet, jongen, we hadden jouw hulp niet eens nodig. Treur niet, Isar. Je was een fijne kameraad. Akbar, je spuugt naar mijn enige vriend. Heb je dan geen enkel respect voor een kleine koning die Jezus zoekt? Doorlopen!